weet alles van politiek correct praten, maar correct doen zijn we onderaan. Dus je mag asielzoekers ook niet meer zo noemen, het zijn gelukzoekers. Maar er is hier geen geluk te vinden, dus laten we het gewoon bij asiel houden. Even serieus. Dus zijn straatterroristen Marokkanen? Of die klootzakken van de handhaving? Zelfs Jella's geeft ze aan asielzoekers als de koepel. Schadevergoeding voor asielzoekers, ik heb dit land al jaren moeten tolereren. Begin mij ook maar vast te vergoeden. Waar is mijn vergoeding? Ismo doet alles zelf. En net als hoe hij er steeds over op schept, vind ik het ook geweldig. Maar jammer dat hij niet anders is van andere rappers. Want als je vraagt hoe doe je het, ja dat ga ik je niet vertellen. Het draait allemaal om hun, mij nooit ons. Toch verwachten ze wel dat jij ze support. Ik ben net Nas, looking at the project windows. Maar kan je niet veel vertellen, want dan weet je waar ik woon. Ben nog in de hoed, snap je? Mensen worden beroofd, vechtpartijen, mannen handboeien. Geklapt door de popo's in zijn rug. Het is hier ieder man voor zichzelf. In dit land ze doen alsof, maar er is niemand die je helpt. Yeah. Aha. Ik weet niet wat ze zegt in die hoek, maar klinkt wel goed. Haha, hey, toch? Ze voelen dit, want ik vertel mijn story. Jij vertelt andere manse takkies in je eigen woorden. Ik heb meer work dan hun, ik noem mezelf legend. Legendary lion. Niet omdat ik politiek correct ben, niet omdat ik bescheiden wil zijn, maar de waarheid wil spreken. Ben je legend? Want je had een classic album 20 jaar geleden. Ik ben niet van de Illuminati, maar ik heb wel de informatie. Ik geloof niet alles zomaar en ik koop niet alles zomaar. Kom als ik het nodig heb. Power is in de streets, daar is iedereen gelijk. Maar heb je die respect, zorg dat het niet naar je hoofd stijgt. Je bent manager, maar je bent niemand buiten je bedrijf. Het enige wat je tegen mij hebt te vertellen is, mag ik naast je zitten in de trein? Ik naai, ik laat me niet naaien. Ik ben slim en je zal nu nog niet alle tracks begrijpen, maar ik doe mijn ding. Mezelf zijn gangstertje, dat ga ik niet met jullie meespelen. En kantelboy, braki boy, onzin, laat iets meegeven en meeleven met anderen, snap je? Begrijp je? That's real. You know the problem with you little niggas? You think you know everything about the damn world. You don't know shit. You make that paper. But when you making paper, you gotta learn some rules to go with it. You gotta learn the difference between guns and butter. There are two type of niggas in this world. They're niggas with guns and niggas with butter. Now what are the guns? The guns, that's the real estate. The stocks and bonds, artwork, you know, shit that appreciates with value. What's the butter? Cars, clothes, jewelry, all that other bullshit that don't mean shit after you buy it. That's what it's all about. Guns and butter, baby. You little dumb motherfuckers.